laatste rondreizen van deze week. En dat betekent ook voor de laatste keer hier bij mij aan tafel Bert Kuizinga. Ja, Bert, jij bent deze week. Ja, ik ook. Je hebt ons deze week al van Amerika meegenomen naar Afrika gisteren. We gaan vandaag weer terug naar Europa. Ja. Langzaam weer terug naar huis. Ja. Want je gaat ook wel eens gewoon in Europa met vakantie. Ja, begrijp ik. Natuurlijk, dus. Natuurlijk. Ja. Maar ook dan proberen we er wel een reis van te maken. Mm-hmm. Niet 3 weken lang in een hotel op 1 plek zitten? Nee. Dat is niks voor jou. Vroeger vond ik dat heerlijk. Ja. En dan een beetje 's ochtends naar het strand lopen en 's avonds weer terug. Maar ik moet wat doen. En ik vind het leukste. Is dat sinds jullie zonder kinderen met vakantie gaan? Ja. En het leukste vind ik om een reis te maken waarin je eerst heel veel doet. En de laatste dagen dan. Even bijkomt. Even alle indrukken verwerken. Ja. Waar is deze reis naartoe gegaan? Deze reis is begonnen in Bilbao. Spanje. In Noord-Spanje, ja. En daar heb je het Guggenheim Museum. Ook in Amerika staat. Ja. En dat is een prachtig museum. Dat, zien we daar hier een foto van? Ja, dit is de buitenkant. Dat is een grote spin. Een kunstwerk wat voor het Guggenheim staat. Maar het is een heel mooi museum. Het is heel overzichtelijk. Het is niet te groot, ook niet te klein. En wij zijn van Bilbao naar Santiago de Compostela gereden. En dan kom je ondertussen in León. En wat er mooi is van dat stuk Noord-Spanje is dat religie nog zo voelbaar is. Mm-hmm. Mensen zijn nog, tenminste zo lijkt het, echt katholiek. Mm-hmm. En het katholicisme heeft natuurlijk heel veel rituelen. En wij waren daar kort geleden. En er waren heel veel processies. En dan lopen ze bijvoorbeeld in León, lopen ze in processie met Maria of met een kruis. En dan staat er iedereen staat erbij. We zijn ook in een plaatsje Burgos. Was ook een processie en er stonden mensen in lange rij voor de kerk. En wij hadden gezegd, wat is dit? Ja. Ja, dan lopen ze allemaal onder de rokken van Maria door. En dan zijn ze gezegend. Gezegend, ja. En dan wordt het een heel mooi nieuw jaar. Mm. Dus wij zijn ook, ik ben onder de rokken van Maria doorgelopen. Nee, en dan kom je in Santiago de Compostela. En daar heb je die bedevaartstochten natuurlijk naartoe. Vanuit Frankrijk bijvoorbeeld, dan loop je iets van 700 kilometer, geloof ik. Mm. Maar wat ik niet wist, is dat er 7 routes zijn. Dus niet alleen vanuit Frankrijk, maar ook vanuit Zuid-Spanje. Er zijn 7 routes. En als je daar in de buurt komt, dan zie je langs die paden overal mensen lopen. Er zijn dus ontzettend veel mensen die dat doen. En dan kom je in Santiago de Compostela. En de echte pelgrimsganger loopt dan nog even door naar de kust. Dat noemen ze het einde van de wereld. En daar verbranden ze hun kleren, ritueel. Dat heb je ook gezien. Waar ze in gelopen hebben, ja. Ja. Ah, okay. En dan ben je helemaal gereinigd. Ja. Nou, wij zijn daarna van... Jij bent geen wandelaar? Zou dat iets voor jou zijn om daar naartoe te lopen? Nee, maar ik heb het laatste 100 meter hebben wij gelopen. Ja. Gewoon, ik ken ook mensen die vanuit Nederland er naartoe zijn gelopen. Ja, precies. Nee, ik moet zeggen, ik zou altijd gezegd hebben, nee. Maar ik heb mensen gesproken en ik heb het gezien. En toen dacht ik, ik kan me er toch ook wel iets bij voorstellen. Als je dagen in een soort kadans loopt. Je kan dat je het ene jaar dit stuk doet en het volgende Natuurlijk, dat kan ook. Maar ik kan me voorstellen dat je daar rustig van wordt. Of dat heel lekker kan zijn. Ja. Maar wij waren van plan van het noorden naar het zuiden te rijden. Dus daarna zijn wij langs de Portugees-Spaanse grens, aan de Spaanse kant, helemaal naar beneden gereden. Hmm. Richting Seville, ja. Wij zijn... Eerder gestopt. Nee, wij zijn verder... Salamanca zijn we nog geweest. Hmm. Wij zijn verder naar beneden gereden. Daar kom ik zo. Maar dat hele stuk rijden, dat is helemaal niet het Spanje wat de meeste mensen kennen. Het is ook heel rustig. Heb je ook hele stukken waar je niemand bijna niks ziet. Waar je overal heerlijk kan eten. En eet is tussen de middag ook lekker warm. En niet te duur. Nee, kost niks, man. Dan heb je een 3-gangen-diner en dan krijg je een pot bier of een glas wijn bij of whatever. En dan betaal je €10. Ja. Nou, wat wil je nou nog meer? En dan heb je echt lekker gegeten. Ja. Ja. En wij zijn uiteindelijk helemaal doorgereden naar Tarifa. Cadiz, weet je wel. Hè? Maar die boten vertrekken naar Marokko. Ja, Tarifa vertrekken de boten naar Marokko. En als het helder weer is, zie je vanuit Tarifa Marokko ook zo liggen. Wat een mooi gezicht is. Maar Tarifa is een heel mooi oud plaatsje met prachtige stranden. En daar komen vanwege de wind heel veel kitesurfers. Dus als je van kitesurfen houdt, moet je naar Tarifa. Ja. En, gewoon ontzettend leuk plaatsje ook. Ja.
Nou Bert, we hebben jou een beetje leren kennen als avonturier. Over de hele wereld, mooie reizen. Maar wat staat er nog op je verlanglijstje? Hoeveel minuten hebben we nog? Nee, er staat nog heel veel op mijn verlanglijstje. Azië is een beetje nog ondergeschoven kindje. Ik ben wel eens in Thailand geweest, ik ben in Bangladesh geweest. Maar wij denken er nu over om nog wat verder te gaan. Dus, richting Indonesië. Daar ben ik nog nooit geweest. Ja, dat lijkt me ook. Ja, ben jij geweest? Ik ben er geweest. En, twee keer aanraden. Waar ben jij geweest? Java, Bali, Sulawesi. Ja, nou, dat is precies waar wij aan zaten te denken. Daar moeten we straks maar even over doorpraten. Dan. Gaan we doen. Fijn dat je er was deze week. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Ron Reizen. Volgende week zit hier een nieuwe presentator en een nieuwe gast die u weer gaat inspireren.